Playlogic heeft net een nieuwe game uitgebracht, heet Virtua Fights. En het is een action hack and slash platforming game, waarbij je een karakter speelt, meerdere karakters zelfs. Je was ooit een persoon die heel erg beroemd was, een sprookjesfiguur. En je bent je fame verloren, je beroemdheid. En wat je moet doen is opnieuw alles, je beroemdheid zien te verzamelen door allemaal op quests te gaan. Bijvoorbeeld je moet prinsessen redden, je moet schatten verzamelen, je moet reuzen verslaan. En zo word je weer beroemd. Maar wat is er vernieuwend aan deze game ten opzichte van andere games? We hebben één ding ontwikkeld, dat heet Dynamic Slicing. Dat houdt mee in dat je dus real-time popjes in stukjes kan hakken zoals je zelf wil. Andere dingen wat we heel erg trots zijn is ons bloedsysteem. Dat is een soort techniek waar wij vloeistoffen mee simuleren. Dus het lijkt alsof het echt is. Normaal gesproken zijn allemaal platte plaatjes die overal geplakt worden. Maar dit is echt een vloeistof. Dus dat betekent dus als het op de grond komt en je springt erin, dan splat het in de lucht. Worden er nog meer bloedspetters en je kan er doorheen glijden. Virtua Fights is geïnspireerd door tekenfilms zoals Happy Tree Friends of Itchy and Scratchy van de Simpsons. Dus het is niet voor de allerkleinste, maar eigenlijk voor volwassenen. Ja, heel veel mensen vragen of er nog een deel 2 komt van Virtua Fights. Maar je kunt ervoor uitgaan als Virtua Fights een groot succes wordt, dan komt er zeker een deel 2.